2 over half 9. Enschede, een geheim rapport en nieuwe twijfels. Misleidde de politie doelbewust de rechter? Misleidde de minister de Tweede Kamer? En ontsnapt aan executie. Christian Chesneau, ontvoerd in Irak, spreekt. Dit is Netwerk. Goedenavond. Heeft de Enschedese politie na die vuurwerkramp destijds in de jacht op een dader doelbewust een verdachte gecreëerd, zoals dat heet, en daarmee de rechter misleid? Nee, zei minister Donner van Justitie tegen de Tweede Kamer. Maar het netwerk kreeg een geheim rapport in handen, een onderzoek van het bureau interne zaken van de politie uit 2003. Intern onderzoek dus naar de handelwijze van de rechercheurs die zich bezighielden met die vuurwerkramp. Wel, dat rapport brengt Kamerleden nu aan het twijfelen. Zijn we wel juist en volledig geïnformeerd? En heeft de politie inderdaad wel juist gehandeld? Nou, er zitten hele stevige conclusies in. Men vermoedt valsheid in geschriften. Meineed, vermoedens van plichtverzuim, gepleegd door politieagenten of medewerkers van het Openbaar Ministerie. Dat zijn hele ernstige verdenkingen. Ik ben geschrokken van het rapport. Wat daaruit blijkt is dat interne zaken zelf zegt, er is troef medewerking verleend. En in feite hebben ze een zogenaamde weegschijf van een computer waar de meest relevante informatie voor het hele onderzoek op staat, in het begin gewoon helemaal niet gekregen. En later hebben ze het wel gekregen, maar ze hebben zelf het idee dat er misschien weer informatie gewist is. Nou ja, dat is natuurlijk heel schokkend. Ja, om te begrijpen wat er zoal in dat interne politierapport staat, moeten we even een sprongetje maken terug in de tijd. Een aantal feiten op een rij. De vuurwerkramp in Enschede is bijna 5 jaar geleden. Het rechercheonderzoek naar de oorzaak is qua omvang het grootste ooit in Nederland gehouden. Het tolteam, zoals de rechercheurs worden genoemd, brengt uiteindelijk André de V voor de rechter. Oh, ik heb niets gedaan, man. Ik heb helemaal niks gedaan, jongen. Nee, God wees, man. Maar na een aanvankelijke veroordeling tot 15 jaar gevangenisstraf wordt André de V. in hoger beroep wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Dit tot opluchting van 2 rechercheurs van het tolteam die ernstige kritiek hebben op de werkwijze van hun collega's. Er is gesjoemeld met het bewijsmateriaal, zo zeggen ze. Burgemeester Mans besluit daarom een onderzoek te starten naar het tolteam. Zijn er strafbare feiten gepleegd? Het bureau interne zaken van de politie Gelderland-Midden brengt strikt vertrouwelijk rapport uit. De burgemeester stapt met de inhoud naar minister Donner van Justitie. En die schakelt de Rijksrecherche in. Het tolteam wordt zwaar onder de loep genomen. Eind vorig jaar. De minister stuurt de Tweede Kamer een brief met de resultaten van het Rijksrechercheonderzoek. Conclusie. Niet is gebleken dat medewerkers opzettelijk de rechter hebben misleid. In geen van de onderzoekstrajecten zijn onregelmatigheden geconstateerd. Ja, geen onregelmatigheden, zei Donner dus tegen de Tweede Kamer. Maar heeft hij daarmee die Kamer wel juist en volledig ingelicht? Keren we terug nu naar dat interne politieonderzoek dat tot de dag van vandaag strikt vertrouwelijk werd gehouden. Het rapport dat burgemeester Mans destijds aan de minister doorspeelde. Wel, dat rapport wijst erop dat er in Enschede 2 clubjes rechercheurs los van elkaar aan het onderzoeken waren. Een officieel team en een apart gezelschap dat er een eigen verslaglegging op nahield in computerbestanden waarvan het vermoeden bestaat dat ze mogelijk deels zijn gewist. Kijken we naar dat rapport, waarin serieus rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat sommige rechercheurs hun boekje ver te buiten zijn gegaan. Het rapport is van het bureau Interne Zaken Gelderland Midden. De opstellers zeggen onder meer: er kan niet meer worden uitgesloten dat medewerkers van het tolteam als verdachte dienen te worden aangemerkt van strafbare feiten, zoals meineed en valsheid in geschriften. De onderzoekers, zo is te lezen, hebben moeite gehad informatie los te krijgen. Dat proces verliep stroef of de informatie werd niet aangereikt. Dan wordt er gesproken over een belangrijk computerbestand, een weeschijf. De indruk bestaat dat er nog informatie ontbreekt. Niet duidelijk is of de mappen zijn geschoond.
De onderzoekers van het bureau interne zaken concluderen vervolgens iets zeer opmerkelijks. Er is gebleken dat een kennelijk select aantal rechercheurs betrokken waren bij opsporingshandelingen, welke in een separaat en kennelijk afgeschermd journaal werden geregistreerd. Dit separate journaal werd aangetroffen op voornoemde W-schijf en bleek niet te zijn opgenomen in het formele journaal van het tolteam. De minister zwijgt over een aantal aspecten die in het bureau BIS-rapport staan vermeld. Zoals het zoekmaken van onderzoeksmateriaal of het achterhouden van onderzoeksmateriaal. En zwijgt ook over de verdenkingen die daarin zijn geuit. Meineed, valse ingeschriften, plichtsverzuim. Het aspect van het plichtsverzuim staat in het BIS-rapport heel sterk genoemd. En het Rijksrecherche-onderzoek zwijgt daar in alle talen over. Valt op dat er zeker spanning zit tussen de brief van de minister en het rapport van interne zaken. Want de minister is stellig dat er geen geheim onderzoek is geweest. En dat iedereen binnen het tolteam op de hoogte is geweest van al het onderzoek wat is gedaan rond de heer André de Vee. Nou, als je het rapport van interne zaken leest, dan lijkt het dat er wel degelijk een geheime of een W-schijf was waarop informatie stond die niet voor iedereen beschikbaar was. Dat er een geheim journaal was wat niet voor iedereen beschikbaar was. Dus dat laat een heel ander beeld zien. En op zijn minst roept dat de vraag op, hoe kan de minister nou zo stellig zeggen, er was geen geheim onderzoek. We hebben geen enkel argument gekregen van de minister waarop hij dat baseert. De onderzoekers van het bureau interne zaken ontdekken dat er in een afgeschermd verslag melding wordt gemaakt van opsporingshandelingen tegen André de Vee. Zo wordt zijn woning bekeken, wordt onderzocht met wie die heeft gebeld en of hij voorkomt in bestanden van criminele inlichtingendiensten. Dat gebeurt in een periode dat André de Vee nog geen verdachte is. Zo verklaren twee rechercheurs uit de selecte groep onder Ede. Wat er wel gebeurt is dat volgens dit rapport een separaat onderzoek geweest is naar André de Vee. Een gescheiden onderzoek. Een gescheiden onderzoek. Wat geheim gehouden is voor de rest van het team. Waar duidelijk opsporingshandelingen in verricht zijn. Alsof hij een verdachte was. En daarna is hij gehoord als getuige. Zonder dat hem verteld is dat hij verdachte is. Zonder dat hij ook hem verteld is dat hij terecht had om te zwijgen. Dat is in strijd met alle justitiële regels? Dat is in strijd met iedere regel die een politieman moet naleven. Ja, dat is natuurlijk een hele slechte zaak. Wanneer iemand verdacht is, heeft iemand recht om dat te weten. Heeft iemand recht op bescherming, rechtsbescherming. En moet je ook, wanneer je dan iemand gaat horen, ook tegen zo'n persoon zeggen, meneer, mevrouw, u bent verdachte, dus u hoeft niet alles te zeggen waarmee u zichzelf kunt belasten. Nou, het lijkt er allemaal op alsof dat niet op een goede manier is gedaan. En daarom vind ik dit rapport echt een schokkend rapport. Minister Donner bestrijdt in een omslachtig antwoord aan de Tweede Kamer dat de politie onjuist met André de Vee is omgesprongen. Op basis van de activiteiten kan de bewering van het bureau interne zaken dat het aanmerken van de Vee als getuige juridisch geen houdbare redenering lijkt, niet onderschreven worden. Wat je ook ziet is dat de minister op een aantal punten om de hete brei in zijn brief heen draait. Niet zeggen van er is een geheim traject geweest. Nee, hij zegt er zijn geen handelingen verricht waarvan procesverbaal opgemaakt moet worden. Nee, de vraag is er een geheim traject geweest tegen André de Vee? Als je het rapport van interne zaken leest, is het antwoord daarop volmondig ja. En de minister draait om de hete brein heen in zijn brief. Als ik nu dit rapport van interne zaken zie, dan moet je zeggen, deze brief is op zijn minst echt onvolledig. Want het is natuurlijk toch wel heel merkwaardig dat over een heel belangrijk punt in het onderzoek van interne zaken, namelijk het feit dat er zo'n W-schijf was waar niemand van op de hoogte was, dat de minister daar met geen woord over rept, dat is toch wel heel merkwaardig. En dat de minister ook keihard zegt, er was geen sprake van een geheim onderzoek. Er was geen sprake van dat de heer André de Vee al eerder als verdachte eigenlijk werd gezien. Nou, die brief die is in die zin echt absoluut onvolledig. En wij willen gewoon weten van de minister, hoe heeft u deze brief kunnen schrijven? Op basis waarvan? En is het niet zo dat de Kamer zelfs niet onjuist geïnformeerd is op een aantal punten? We willen dus weten of het Rijksrecherche-onderzoek één op één spoort met de bevindingen van het BIS-rapport.
Ja, en dan kunnen we ook zien of de brief van de minister spoort met beide rapporten. Wat ik dus wil, is dat de minister inderdaad duidelijk maakt waarom hij zegt het onderzoek is goed gelopen, er zijn geen fouten gemaakt. Dus de minister moet de Kamer en mij in ieder geval overtuigen dat het inderdaad allemaal juist is gegaan. En dat zal hij ook moeten doen door het rapport van de Rijksrecherche, maar ook dit rapport van Interne Zaken gewoon openbaar te maken. Ja, maak die rapporten van Rijksrecherche en dat bureau Interne Zaken allebei openbaar, zeggen deze politici. Hebben we het tenslotte over die twee rechercheurs van dat tolteam die als klokkenluiders de zaak aan het rollen brachten. De advocaat van de twee dissidente rechercheurs uit het tolteam, Paalman en de Roy van Zuiderwijn, ziet in het rapport een bevestiging van wat zijn cliënten altijd hebben beweerd. De rechercheurs zijn sinds mei vorig jaar op non-actief gesteld. Ze zijn door de korpschef en burgemeester naar huis gestuurd, terwijl ze geknokt hebben voor waarheidsvinding. Terwijl die feiten die zij hebben verklaard nu worden aangetoond, bevestigd door dit rapport. En zij worden notabene naar huis gestuurd, terwijl de korpsleiding en de burgemeester van die mogelijke strafbare feiten op de hoogte zijn gesteld. Het is de wereld op zijn kop, ik begrijp het niet. Op dit moment kun je ze beschouwen als een soort klokkenluiders. En we moeten natuurlijk aan het eind concluderen of ze dat ook terecht zijn, ja of nee. En alleen al daarvoor hebben we volstrekte openheid van zaken nodig. Tot slot. Tegen de twee dissidente rechercheurs loopt nu nog een rechtszaak wegens mogelijke mijneed. En in die procedure ontving het Hof onlangs een zogenaamd ambtsbericht. Daarin staat iets heel opmerkelijks over het Rijksrechercheonderzoek naar het tolteam. Er staat er namelijk over het rapport van de Rijksrecherche. Dit feitenonderzoek heeft zich derhalve niet primair uitgestrekt tot, en dan komt het eerste punt, de opdracht van de heer Mans aan het bureau Interne Zaken Gelderland-Midden. En dan denk ik, wacht nog even, wat gebeurt hier voor iets raars? Het bureau Interne Zaken Gelderland-Midden doet onderzoek in opdracht van meneer Mans. Meneer Mans krijgt een interim rapport die, daar is hij zo geschokt van, hij rent onmiddellijk naar de minister van Justitie en zegt de Rijksrecherche moet ingrijpen, je moet uitgebreid onderzoek naar gedaan worden. En dan gaat de Rijksrecherche onderzoek doen. En dan gaat ze over iets anders doen dan waar interne zaken mee bezig. Dat is net zoals ik beschuldig u van dat u in Frankrijk op vakantie geweest bent. En dan schrijf ik iemand aan het onderzoek en die gaat kijken of u in België op vakantie geweest bent. Zoiets is er kennelijk gebeurd. En dat is natuurlijk heel raar. Dus ik denk dat je die beide rapporten moet zien en die ook naast elkaar moet leggen om een helder beeld te krijgen van wat er nu aan de hand is. U zag een bijdrage van André Nelis en Roel Meijer. En mocht u van dat rapport van die interne zaken zelf nog eens willen nalezen, dan kunt u terecht op onze website.